Woensdag 24 oktober hield de politie een grote verkeerscontrole in Ede. Tussen 9:30 in de ochtend en 2:00 in de middag zijn er maar liefst 96 voertuigen aan de kant gezet. Nou, we letten op de algemene verkeersveiligheid, technische voorzieningen van auto's en documenten die automobilisten bij zich moeten hebben. We letten ook op auto's met aanhangwagens als voorbeeld en lading van aanhangwagens, of dat voldoende vast ligt op de aanhangwagen of op een laadbak van een vrachtwagentje, of dat niet kan afvallen. De politie ging grondig te werk. Nou, ze hebben de hele auto gecontroleerd. De motor, chassisnummer, lichtverrichting, ja. Eigenlijk algehele controle. En dat met succes. In totaal werden er 43 processen verbaal uitgeschreven voor diverse zaken. Zoals het niet dragen van een gordel, geen voorrang verlenen, niet handsfree bellen, rijden zonder rijbewijs, snelheidsovertredingen, verlichting en technische gebreken. En dat allemaal met één reden. Bijdragen aan de verkeersveiligheid. En dat is ons doel. En de mensen die gecontroleerd werden, vonden dat een goede zaak. Ik vind het wel heel erg belangrijk, ja. Ik vond ook met autodiefstal en dergelijke. Ja, vind ik dit heel goed, ja. Maar toch is het wel een beetje eng om door de politie van de weg gehaald te worden. Ja, daar schrok ik echt van, want dat heb ik nog nooit meegemaakt. De controle liep voorspoedig. Nou, tot nu toe goed. We hebben voldoende aanvoer en de controle gaat prima. Hopelijk is Ede nu weer een stukje veiliger. En dan nu vreselijk nieuws. De familie Meijer is haar trouwe hond kwijtgeraakt. Een kennis heeft zondag 7 oktober samen met een witte herder onze hond meegenomen. Of eigenlijk de hond van onze dochter naar de Ginkelse hei. Beide honden liepen met twee windhonden dus de hei op, waren aan het spelen. De witte herder en de windhonden kwamen terug. En Lilou, de Shiloh Shepherd, was weg. Het was een bijzonder hond met bijzondere eigenschappen. Statig, maar dat is nu misschien anders als ze losloopt. Hele grote oren, relatief hoog, 40 kilo zwaar. Lange haren, voornamelijk grijs en zwart. Met een beetje, een heel klein beetje lichtbruin erin. Een hele lange staart. Dat zijn eigenlijk de kenmerken. Een beetje gereserveerd. Ik zou het niet schuw of schichtig noemen. Gereserveerd tegenover vreemden. En zij is pas 11 maanden oud. Maar zij heeft geen puppygangen meer, of het lijkt eigenlijk een volwassen hond. Ze hebben er alles aan gedaan om de hond terug te vinden. We hebben een advertentie zonder foto in Edestad en omstreken gezet. We hebben een advertentie met foto in Edestad en omstreken gezet. We hebben een advertentie met foto in de Telegraaf gezet. We hebben een advertentie in de Zeister Nieuwsborden gezet met foto. Dus ik dacht dat we het hele gebied hadden. Zij staat op Facebook, zij staat op Twitter. We bellen continu dierenambulances enzovoort. En we zoeken zelf. We gaan midden in de nacht in Ede posten. We hebben een nacht bij McDonald's gestaan, achter op de parkeerplaats. Er zijn een hele hoop mensen die meehelpen. Die gewoon wandelingen op de hei in heel Ede doen en zoeken, zoeken, zoeken. Ja, wij zijn bijna uitgezocht. Dus eigenlijk rijst toch het vermoeden dat ze misschien is meegenomen. De familie hoopt dat de Edenaren ook uitkijken naar de hond. Als ze de hond zien, dan moeten ze niet proberen de hond te pakken, maar onmiddellijk bellen of de politie of ons of de dierenambulance, maar niet proberen te pakken. Omdat dan loopt een hond natuurlijk weg. Hè? Dat gaat niet. Dus bellen, ook is het midden in de nacht, geen enkel probleem. Nu maar hopen dat Lilou snel wordt gevonden. Zwembad De Peppel is in de race om zwembad van het jaar 2012 te worden. De publieksprijs kan gewonnen worden als stemmers het zwembad goed beoordelen op het gebied van prijs-kwaliteitsverhouding, gezelligheid, klantvriendelijkheid, gastvrijheid en hygiëne. Tot 23 november kan er gestemd worden op het favoriete zwembad van 2012 op www.zwembadvanhetjaar.nl. De Christelijke Hogeschool Ede is niet meer het beste jongetje van de klas. In de jaarlijkse keuzegids voor het hoger onderwijs stond de school niet meer op nummer 1 als beste middelgrote hogeschool van Nederland. Nee, de CHE zakte naar plaats 2 op de lijst. Sommige opleidingen die de CHE aanbiedt stonden nog individueel wel als beste te boek. Toch is het jammer dat je na 8 jaar de beste te zijn geweest de titel moet afstaan. Goed nieuws! De Edese sapfabriek zal een doorstart maken. Henk Maas, de initiatiefnemer, heeft een aanbetaling gedaan voor de inboedel en de huur van het pand aan de Zandlaan. Hij heeft nu tot aan de komende zomervakantie de tijd om de sapfabriek rendabel te maken. De sapfabriek is een leerfabriek en het ROC A12 is enthousiast over de doorstart en wil het liefst deze maand nog studenten naar de fabriek plaatsen. Ook PTC Plus, de eigenaar van het gebouw, wil weer meedoen.
Even though the king is gone, the beat goes on and on. Even though the king is gone, the beat goes on and on. Michael Jackson. Michael Jackson. Dit is de 18-jarige Delano uit Ede en hij doet mee aan het televisieprogramma So You Think You Can Dance op RTL 5. So You Think You Can Dance is een talentenjacht en dat dan bepaalt Nederland en België wie hun favoriete danser is. Delano danst al meer dan 6 jaar voor zijn hobby, maar wil het nu serieus gaan aanpakken. Na heel lang getraind te hebben natuurlijk, ben ik heb besloten om mee te doen aan So You Think You Can Dance. Dus ik ging auditie doen en ja, ik dacht gewoon puur voor de ervaring en mijn eigen ontwikkeling. En kijk hoe ver ik het schop. Dus kwam ik de auditie door en toen bootcamp in Nederland en toen ging ik naar New York toe. Daar kwam ik ook doorheen en nu inmiddels in de nu nog top 16. Dat is een ongelofelijke prestatie. Dat kan alleen als je heel veel talent hebt. Ja, uiteraard. Ik bedoel, niet iedereen komt zomaar in de top 18 van de live shows en nu top 16. Dus dan moet je toch wel... iets meer hebben dan de meeste dansers eigenlijk hebben. Dus dat is een goede danser, zeker weten. Ja. Girino heeft hem opgeleid tot de danser die hij nu is. Ja, volgens mij nu al zo'n 5 jaar dat ik hem lesgeef. En dat is heel mooi om te zien natuurlijk hoe die zich ontwikkeld heeft in de afgelopen jaren. Dus geweldig. En de dansschool in Ede is dan ook echt zijn thuis? Ja, ik ben hier, eigenlijk opgegroeid in mijn dans. Hier train ik elke donderdag of vrijdag hip-hop. En hier ben ik eigenlijk de eerste pasjes gaan doen, zeg maar. En moet je kijken waar Delano nu staat. Meedoen aan dit televisieprogramma is niet niets. Ja, heel spannend, maar ook heel leuk natuurlijk, want je voelt het publiek echt aan en ze geven je energie. En je wordt helemaal opgehyped, je hebt echt helemaal zin in om dan echt te gaan performen. Delano is goed, maar zijn concurrentie is sterk. Zeker. Iedereen heeft wel een eigen ding, maar... Niet iedereen is zo heel... Er zijn maar enkele dansen die echt veelzijdig zijn. Dus daar heb ik denk ik wel een voordeel omdat ik wel een van die dansen ben die veelzijdig is. Daarmee hoopt Delano natuurlijk zo ver mogelijk te komen in het programma So You Think You Can Dance. En dat kan alleen als mensen op hem stemmen. En dat moet dus heel Ede gaan doen. Dat zou heel erg fijn zijn als heel Ede zou stemmen, ja. Ja, zeker. Als ze mij volgende week weer terug willen zien, dan... Moet er wel gestemd worden. Delano is zondag om 8 uur 's avonds weer te zien op RTL 5.